member of the family. Jingo is niet voor jou. Very nice. Zo, wat een ruimte. Oh, ben zo benieuwd. Ik ga zo stuk op mezelf. Ik hoop echt dat die blijft plakken hoor. Ik ben er echt klaar mee. Hoi, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag weer een verhuisvlog. En ja, we gaan verder met het woonkamergedeelte sowieso. Vandaag, ik heb geen make-up op, as you can see. Welkom terug bij een nieuwe verhuisvlog. Ik heb er weer zin in. Weet je, ik ben wel een beetje moe van het verhuizen, maar verder gaat alles toppie. Ik wil jullie allereerst dit nieuwe plekje laten zien. Zoals jullie weten stond hier eerst de rotanstoel. En ik heb er toch voor gekozen om deze stoel hier neer te zetten. Dat gelige van het rotan kwam te veel terug. Dus ik dacht van ik ga het veranderen in deze stoel. Deze had ik ook bij de kringloop gekocht. Ja, gewoon heel pretty. Hij is heel erg rustig. En waardoor de ruimte ook wat rustiger wordt. En de rotanstoel staat nu boven. Daar komt dan een mooi plekje. Ik vond het wel leuk zo. Ik had al super veel leuke reacties gekregen onder deze Instagram foto. En dat is dus dit plekje. Straks komt ook de tv binnen. Dus daar heb ik ook wilde plannen mee. En die komt zo meteen hier zo. Dus dat gaan jullie zo allemaal zien. Deze had ik voor 5 euro bij de kringloop gevonden bij Capelle aan de IJssel. Deze was ook van de kringloop. 50 cent. Deze super cute pluimen bij Quantum gekocht. En deze stonden eerst in de gang, maar ik vond ze hier ook wel heel erg mooi. Ik heb voorlopig hiernaast de spiegel gedaan. Ik wil natuurlijk nog een andere spiegel, maar ik twijfel of ik deze niet gewoon hier kan laten. En gewoon voor een zwarte spiegel kan gaan en dan boven nog een spiegel. Maar voorlopig is het dus zo. Ik ben hier heel blij mee. Look what came in. Ta-ta-ta-da. De tv. Het is de Samsung Crystal, volgens mij in mijn hoofd. Ik zal het link hieronder even in de beschrijving zetten. Hij is zo... Jingo daar. Jingo. 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 Say hi. En hij is zo mooi, want hij is 4K. Beeldkwaliteit is echt vet blij mee. En nu vond ik het zeg maar best wel druk om nog een kastje zeg maar te nemen. Ik heb trouwens even mijn salontafel even weggedaan. Omdat ik hem misschien ook even te druk vind qua kleur. Oh mijn god, trouwens, jullie hebben deze ook nog niet gezien. The newest member of the family. Ik heb deze Monstera plant van mama gekregen. Echt heel mooi. Ik had in de vorige video had ik verteld dat ik een idee had voor de tv. Om zeg maar niet nog een meubel te kopen. En dat idee ligt hier. En dat is namelijk een standaard voor de tv. Zo bespaar ik gewoon ruimte. En het is echt prachtig. Het is namelijk, als het goed is, in dezelfde kleur als mijn bureau. Dus die gaan mama en ik nu in elkaar zetten. Ik ben heel benieuwd. Jingo is niet voor jou. Minimalist. Ja, minimalist tv stand. Made in Estonia. Far away. Het is helemaal met nietjes. Top dit, jongens, hij staat. Oh my god, het is zo mooi, zo mooi. Het enige waar ik een beetje aan moet wennen is zeg maar de bedrading hier. Het is niet veel natuurlijk, maar misschien kan ik er nog iets voor zetten of zo. Tada, zo mooi. En het is ook nog eens dezelfde kleur als mijn bureau. Dus dat is wel echt heel nice. Hey Jingo, vind je het ook mooi? Ja. Nou, dit is het dan. Wat een ruimte. Heel veel ruimte. Misschien even die stoel nog een beetje zo doen. Dit een beetje zo. Dit een beetje zo. Jingo past zelfs in het interieur. Het enige waar ik nu nog een beetje mee zit is mijn salontafel. En dat weet ik niet zo goed nog
of ik deze salontafel nog wil. Omdat ik hem net misschien te druk vind. Dus misschien een heel klein simpel tafeltje gewoon. En misschien nog een tapijt. Oh ja, en in de hoek wil ik dus, denk ik, mijn Sterilitia. Dus zeg maar, die is zeg maar in de hoogte. Ik denk dat dat ook wel heel erg mooi wordt. Maar ik ben nu echt al wel heel erg blij met hoe het nu eruit ziet. Door de lamp zeg maar daar te doen. En daar ook een plant te doen. En gewoon wat rustiger. Zo mooi. Ik heb hier dan even mijn mand gedaan met mijn plate. Dat zie je dan niet. Het staat gewoon hiernaast. En dan heb ik hier een soort van spiritual hoekje. Oh ja, mooi. Heel nice. Very nice. Zo wat een ruimte. Look at that. Deze tv is zo nice ook. Ik zet even Netflix voor jullie aan. Hè? Kijk eens aan. Dit is de tv. Nou goed, dat dus. Hoppatee. En dan kan ik mijn afstandsbediening hiernaast doen. Tadaa. Finally. Wat een verschil met toen de dressoir hier zeg maar stond. Ik zal trouwens hieronder het tv-standaard in de beschrijving zetten. Hij was €299. Best wel prijzig, maar ik vind hem wel echt prachtig. En het was uiteindelijk best wel makkelijk om in elkaar te zetten. Dus ja, hier ben ik heel erg blij mee. Ik ben ook heel erg blij met de tv. Hij was €400. Mam en ik hebben het net over dat een kleed toch wel heel erg mooi zal zijn. En ik heb zelf boven dus een beige kleed. Maar misschien wit of beige. Ik weet het niet. Wit? Nee, ik weet het nog niet. Qua kleed. Ik heb dit als housewarming gift gekregen van Eva. Echt super mooi. Het komt uit Frankrijk. Josephine. En het is van Paul Collin. En ja, ze heeft mijn huis dus helemaal nog niet gezien. En het past gewoon echt helemaal in de vibe. Ik wil dus hier doen. Dat vind ik wel heel erg mooi in dit hoekje. Ook aan het cijfer ben is wat voor het kader. Ik zat zelf te denken misschien zwart. Omdat de kozijnen ook zwart zijn. Of wit. Maar omdat dit al een soort kleur crème is, denk ik dat wit niet heel mooi is. Maar misschien een heel dun goud lijstje. En ik had van Eline deze gekregen. Echt super mooi. Zo'n soort apothekspot. Maar dan voor een kaarsje erin. Die staat nu daar. Ik weet niet of jullie nog herinneren dat ik in de kringloop stond. Volgens mij was het met ME. Een Instagram account zien die mij hadden gecontacteerd. Zij maakt dus handschilderingen op vazen. Die ze dan ook uit de kringloop haalt. Of in ieder geval tweedehands. Hey. Ja. I could give up shopping, but I'm not a quitter. Oh, zo lief. Hoi Romane, hier bij jouw handpainted pot. Van Ed Vintage Vrijdag. Super leuk dat deze nu een plekje in jouw nieuwe huisje krijgt. Jingo is ook blij. Dat ze verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk hergebruikt. Plastic zoveel mogelijk vermijdt. En 10% van wat ik verdien gaat naar de dieren van Marokko Animal Aid. Ik hoop dat je er blij mee bent. Liefste Bo van Vintage Vrijdag. Oh, lief. Kudus. Oh, ben zo benieuwd. Oh, mooie kleur. Echt een hele mooie beige pot. En ze heeft er dus van die handschilderingen, handtekeningen opgemaakt. Die ik echt vet pretty vind. Ik dacht dat ze één schildering ging maken. Maar dit vind ik ook echt heel mooi. Dus eigenlijk hoopte ik. Trouwens, deze jurk komt van Episode. Een vintage tweedehands winkel in onder andere Rotterdam. Ik vond hem echt heel erg pretty. Wil ik even zeggen. Oké, ik hoopte eigenlijk dat hij hierop. Nou, qua kleur past hij perfect. Qua pot weet ik niet of hij past. Nee, oké, het past niet. Maar het past niet. Zo sad. Oké, dan heb ik een andere reden om nog een plantje te kopen. Ja, ja. Het is nu zo. Maar waar gaan we deze zetten? Zou deze hier leuk zijn misschien? Oh, lastig zeg. Komt sowieso op een mooie plek. Ik had deze gekocht bij de Quantum. En ik vond deze heel erg leuk, want ze zijn goud. Ook al zie je het trouwens niet zo goed meer, maar ze zijn goud. En ze waren echt maar €2 volgens mij. Ik heb er eentje al opgehangen. Tiet, 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 tiet.
hier in de meterkast. Want dan kan ik al mijn boodschaptassen hier aan houden. Dat is best wel handig, dacht ik zo. Dus die heb ik daar opgehangen. En ik heb er ook eentje nodig voor de vaatdoeken en dit soort doeken waar je handen mee afdroogt. En dat ik er dan twee hier ga ophangen. Ik vind het niet echt een chille plek, want het is echt zo vet in het zicht. Maar ik wilde het dus hier ophangen. Alleen, je ziet het dan eronder. En dan hangt dus hieronder hangt dus zo'n doek uit. Nou, dat vind ik helemaal vreselijk. Dus dat ga ik niet doen. Nee, de enige manier is toch echt hier zo. Dit is dus de berging. En dit is mijn vriezer. Er is dus maar één stopcontact en dat is deze aan de linkerkant. Waar de vriezer dus in kan. Maar er loopt nu dus zo'n draad. En het plan is dus, omdat die vriezer dus hier heel mooi in die hoek staat, om dit. En ik heb dit gekocht. En dit is dus om de draden te verbergen. Dus wat ik ga doen is dit hierin doen en dan de draad zo laten lopen. Zo bij de deur. That's the plan. Ik hoop dat het lukt. Even deze snel uitdoen. Ik hoop dat dat niet uitmaakt. Ik weet nou ook niet of die zeg maar... Oh, dat gaat helemaal niet. Ik moet een veel langere. Oh, wat een gezeik. Oké, ik moet een langere snoer kopen. Nou, dan laten we het voor nu even zo. Nou, weet je wat? We doen het even later. Dit gaat weer dicht. Ja, helaas. Maar we hebben nog iets. Dus dit. Ik gebruik dit krukje van IKEA echt super vaak. Omdat ik gewoon klein ben en ik kan niet bij de bovenste... plank van de bovenste... Van het bovenste kastje. Dus ik ga even dit plakken. Altijd handig. Ze hebben ook vierkanten, echt chill. Want anders beschadig je gewoon echt je vloer. En nu til ik deze heel de tijd op. Oh, dat gaat niet. Oké, top. Oh, dit is top. Even knippen. Het gaat echt niet vloeiend vandaag. Merk je het? Ik ga gewoon een knutsel ervan maken. Want nu mis ik natuurlijk weer een stuk. Oh, come on. Come on. Ik was zo... Ik ga zo stuk op mezelf. Like, ik ben echt helemaal geen klusser. Ik kan dit soort shit niet. Ik ben niet goed daarmee. Nou weet je, ik vind het helemaal goed. Het is een beetje een opening, maar ja, weet je, dit kan ik weer niet gebruiken. Sorry. Als het maar niet mijn vloer beschadigt. Sorry, maar waarom zit er geen ding achter? Voilaatjes. Voilaatjes. Zie het? Het is niet heel mooi. Maar hij doet het wel. Weet je? Ik ben niet over nagedacht. Niet over nagedacht. Net als het fucking draad van de vriezer. Ook niet over nagedacht. Ik ga hier nou ook echt nog een keer douchen. Want het is zo warm en het slaat nergens op. Die girl deed nooit de handleiding. Maar ik zie dus waterproof primer. Dus dit moet eerst. Zo. Ik zweer, ik weet niet wat ik vandaag heb, maar het gaat echt niet goed. Ik blame gewoon echt de warmte, want het slaat helemaal nergens op. Ik heb die strip op de muur geplakt. Guess what? Guess what? Ze moeten hier. Joe. Wat de hel, bro. En nu? Ik kan niet. Ik kan niet met dit. Waarom werkt het niet? Ik zie trouwens ook dat ik dat ding nu verkeerd om heb. Wat de hel, bro. Echt loco aan het worden. Ik ben gewoon moe, denk ik. Het is dat ik YouTuber ben, want als ik het natuurlijk niet gefilmd. Je gaat maar zo hard uitlachen, hè. Oké dan, mensen. Je stopt hem dus zo erin. Weet je wel, dat je zo'n soort van dingetje hebt. En dan op het moment op de waarheid moet je al plakken. Maar ik vind dit al heel niet stevig. Maar dat ben ik, hoor. Waarom is het zo niet stevig? Oké, ik wil hem hier. Nou, ik vind het helemaal prachtig. Hier, pak ik nog even schoon.
Ik hoop echt dat die blijft plakken hoor. Ik ben er echt klaar mee. Nee, hou op. Oh my god, het plakt niet. Oh, wat kut zeg. Nou, dit was mijn wereldervaring. Bedankt voor het kijken weer. Ciao, ciao.